Ja. 7 gerechten. Ieder gerecht voor een. Ja, ieder artiest krijgt een gerecht. Wij hebben. Roffa Mafia. Hè? Ja. Ja, je bent gewoon heel veel aan het zoeken eigenlijk naar gigs, naar bevestiging van mensen dat je goed bezig bent. En op een gegeven moment kwam er een punt waarop ik dacht van nou, ik wil het nu gewoon anders gaan doen. Toen heb ik zangles genomen en ben ik eigenlijk mezelf in nieuwe wateren gaan begeven en mezelf opnieuw gaan uitdagen. En toen kwam The Voice of Holland en die belde en die zei van joh, lijkt het je leuk om mee te doen. Toen dacht ik, nou ja, wat is leuker dan je angsten voor zingen overwinnen op het grootste podium van Nederland. Dus ik dacht, laten we gelijk voor 2 miljoen mensen maar gewoon het ijs breken. En dat is gelukt. Want opgeven is geen optie, of ik naar sport of ik naar school ga. Er wordt geen moment gehaald, want opgeven is geen optie. Heb je een baan, dan ben je zorgzaam, staat je gezin bovenaan. Opgeven is geen optie. Ja, de sterke en de zwakke punten van Cor, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. En dat is omdat ik vind dat zijn sterke kanten ook zijn zwakke kant kunnen zijn. En dat is dat Cor kan vreselijk, vreselijk, vreselijk hard werken. En als er iets moet gebeuren, dan krijgt hij het altijd voor elkaar. Alleen het gevaar daarvan is natuurlijk dat hij wel eens te hard kan gaan, waardoor hij zichzelf voorbij loopt. En ja, bijna letterlijk op kan branden. Of daardoor dingen vergeet, of juist over het hoofd ziet of te snel of te afgeraffeld wil doen. Maar wat ik zeg, er is geen fijner persoon om mee te werken dan Cor, want hij zal altijd volle 100% geven. En als het even kan, 110%. Dus ik hou hem af en toe nog even met beide benen op de grond. Ook al is het nu eventjes, is de neiging heel groot om eventjes de lucht in te gaan en in de wolken te zitten. En over vanavond, ja, ik kan niet heel veel zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat het voor mij al vanaf de Blind Audition sowieso winst is geweest. Ik had nooit verwacht dat ik door zou gaan en dan ook nog eens bij de battles zoiets moois neerzetten. Om nu vervolgens bij de knockouts gewoon nog een keer iets te mogen laten zien. Dat is gewoon, dat is top. Ja, ik hoop gewoon dat we het vuurtje wat we nu aangewakkerd hebben, dat we daar gewoon wasbenzine op mogen gooien en dat het een bosbrand wordt. En ja, dat mensen gewoon nog veel mogen genieten van mijn kracht. Oh.